Ik heb wel lekker het roze, hè? Freek, komt hij er tussen te eten? Komt hij er tussen te eten? Waar is dit? Sinterklaas. Dit vindt Paken wel een heel zwier stikje, hé. Dit won het zo best. Nee. Maar Sipke roept net op je aan, Paken. Toen naar je dak op tak. Goeiemorgen, een nije dij, een nije vlog. De bandjes zijn krek en squallen, Jelke is aan het werk. Ik ga eerst maar zo'n slag door de keten, dat het weer één grote chaos. Ze laten nog even wat rotzooi in de container smieten, maar tjonge, jonge, jonge. Juist er natuurlijk al die bijen door de vlieger, dus oerolij wat. Dat heb ik even gezien. Ik ben nu aan het vlogs uploaden. Maar het eigenlijk op tijd natuurlijk, dan kan die weer monteerd worden. En het doel is om aasen even naar layout. Ik moet nog wat inkepen doen en ik moet even naar de afvoekta. En ik mag nog wat bij de omroep brengen, dus dat biedt je op de planning. Maar ja, natuurlijk aan eerst de beestjes even doen en een bakje koffie scoren. En dan kan de dag pas echt beginnen. Maar nou, dit is red hem wel. Dus ik zal even wat rotzooi voortsmieten. Nou, het lijkt je nou weer vrij knap. Maar dat hoekje nog even doen, het knutselhoekje. En ik ga dus een tas vol met rotzooi. Dus misschien vind ik daar ook nog wat rotzooi. Dat lijkt het wel zo. Dus ik zal even de laatste hondtaas doen in het hoes. Nou, maar misschien, ja. Dit kan nog wel een oproembeurtje broeken. Zo lijkt het alweer heel los. Nou, dit zie je net. Ik heb wel even naar Ildo haar keukentje. Dit kan nog fut. Zo. Nou, hier in de haal heb ik nog een tas met al die rotzooi in voort. Achter de prullenbakjes nog even leeg. Nou, hier ligt het weer aardig netjes. En ik denk dat de bijenjuster mij hun glitterspul op hun bed botten gaan. Want het glittert nogal. Nou, dat liep ook wel. Dan maar glitter je. Mooie glitters binnen, draag. Prima. Ja, we gaan door. Nou, dit is hem dan nog even leeg. Dit is al je spul van mij naar de omroep. En dit ook nog. Van Sinterklaas. En hieronder ga ik alle oren dozen af. Dus het knal je naar de omroep van Sinterklaas. Dus dat breng ik daar. En ik zie mijn gitaar steken. Want juster hebben we repetitie west met de band. Dus dat wordt echt super leuk. Ja, we pakken dat toch weer wat op. Ik ga heel schoft rustig horen. Nou ja, ik moest echt keuzes maken vanwege mijn zoons. Maar mijn energie het staat gewoon weer wat beter. Dus ik vind het echt heel fijn dat ik dat weer oppakken kan. Want ja, daar ging toch echt wel mijn hart in kwijt, zeg maar. Dat vind ik echt heel leuk. Dus lekker met de man even naar jam west. Heerlijk. Misschien laat ik je maas nog wel even wat stikjes jaren. We gaan wel een paar opnames maken. Dat is misschien wel even leuk. Wasmachine draait, zet je hem jaren. Maar nou, koffie. Nou jongens, ik ben inmiddels in Ljouwt. Ik haal even wat spul bij de omroep dropt. Scheelt met het sneuren. En ja, meestal dat ik even in Ljouwt te shoppen gaan of mat. Dan ga ik ook altijd even los de avond. Even strunen, even zien, want ja, ik ben toch echt wel van de cadeautjes bij de avond bij. Dus dat er een poppenbennen is of er is in je jidje jou een Friesboek cadeau. Dat is echt super leuk. En ja, iets bluwends. Dat hard zien waarde is, maar dus ik zit lekker snuipen. Die hier wel net, die wil ik zo zeggen. Van uw verzameling van de Sipke boekjes. Nou, maar die zijn hier is voor de allerliefste echt heel volle leuks. Nou, dit ben ik hele leuke boekjes om cadeau te gaan als er een poppenbennen wordt. Echt heel leuk. Nou, dit zag ik zelf op broek, maar Ilda, wat ze zindelijk willen matten. Ik wel leuk. Dit is echt geweldig voor de wat oudere bandjes. Echt stoere verhaal. Die is echt super leuk. Nou, ik leuk van die kist ik de knuffeltjes bij krijgen. Ik kist de mollen bij krijgen. De gruffel ook eens even bij krijgen, dus dat is wel echt super leuk. Achtje, battleboezen. Nou jongens, ik ben weer tieren slagen. Ik ga nou, mijn laatste Sipke boekje ga ik nou krijgen. Van wie ben ik dan helemaal compleet. Alleen nog Sipke leert ziel, die is bij Paken Elke. Maar ik denk, die kunnen we wel eens even uitzutelen.
Ik ga nog heel veel leuke kaarten halen. Voor de jidjes en voor wat in je ziek is. En dan al je mooie vries. Dus die ga ik echt halen. Dus ik ben bij Hielendal compleet. Ik ga nog even shoppen. En dan aan ze komt Ildo echt alweer uit de peuter. Dus nog krekt even naar de starting. Nou jongens, en wat shutten staat er altijd prachtig uit in de november, december, Peter. Al je Sinterklaas-spul, Kriespul. Echt super gezellig. En ik ben weer thuis met mijn lietse leven moskje. En wat hier toe maken op squallen? Oh, waar is dit? Sinterklaasie. Sinterklaas, die had een meid erop, mijn kruis erop. En een but. En een mooie rieren jas op. En een handtoverstok. Oh, dat is hier staf. Ja. Is dat een staf of een toverstok? Een staf. Een staf, hè. Wat een mooi Sinterklaas. Waar maar we die del zetten? Wat vies een mooi plakje. Wij was hem graag, hè? Bij die keukentje. Bij die keukentje? Zet hem hierachter. Zet, dat valt er echt net op. Wat vies je ervan? Hey, mooi. Ja? Hey. Wat leidt er onder? Wat leidt er? Stuur de bal? Hey! Oh, die wie met me kwiet. Dank je. Yes, die wil ik juist de kwiet trekken. Is toen weer voen? Ja. Yes, high five. Heel cute. Hoe ben je, juf? Goed. Ja, maar waar gaan ze barten? Mijn handen. Oké. Okay. En welke juffen minder? Juf Hielendo. Wie juf Hielendo druk? Ja. Oh, wat gezellig. Ik heb wel juf Hielendo ook. Ja, ik ken juf Hielendo wel, ja. Die had vroeger ook wel eens op je pas toen je hem nog wat lietser wien. Ja. Ja, die het oppas van ken. Nou is het je juf. Ja. Dat is toch grappig? Ja. Ja. En juf Marijke. En juf Marijke weer er. Juf Marijke had vroeger nog op mijn pas toen mijn zwaar lietsers die weer. Ja. Nou, wij zullen even wat eten. Jouke komt zeker thuis. Ik ben heel erg slagen. En Hielendo, mijn had een Sipke boekje. Zie ik ze? Weer pakken. Nee, shit, dit is een nijen. Dit is ze hier nog net. Zie maar, ze is even zien. Mijn ears? Ja. Mijn redenzoon en een slide. Sipke zien al we sterren toch? Mijn is in zijn. Oh, door eens maar bij de tafel heen. Want men vindt op de trap wel een beetje gevaarlijk. Of kom eens hier even mooi bij mem zitten. Hier dan? Nee, daar. Ja? Best. Ja, bij mem zitten. Moet ik bij die zitten? Ja. Nou, ik heb wel even. Maar we die hebben lezen hoor. Ja. 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 Wat wil je lezen? Sipke zijn hondje. Sipke zijn hondje, ja. Okay. Het gaat om, roept Paken Piepermoes. Hup, reden ze uit het vet. Ik riep de Alvesterentocht. Wat mooiers is er net. In een zwettehaven bringt erop. Hij had eerst voor de wien, zijn tas met eten viel wat zwier. Want daar kroept Sipke in. Oh, en Sipke stiekem in de tas kroept hij. In het tjuster streek het er naar snits. Het eerste stempel stiert. In Drielst riep Paken in een skor. Zijn broek verdwaalt terug weer. Oh nee, hij valt op een kont. Een witte broek. Het zoon is op een slettende mar. Riet hobbelig en zwier. Bij het stempelen in sleet had Paken al een grauwe blier. Oeh, je hebt een beetje zere voet. Zet een plakje op zijn voet. Auw, dat is net leuk, hè? Nee. In starem moet er klunnen, want daar is het ijs strie min. Ik loek jou wel naar boppen, zei de litse brune hen. Sje, je kan er net rijden. Moet er even oer het paadje rennen. Sje, is dat? En het hintje helpt hem even. Ja. Bij Hielden riep een hondje. Maar een stief beverse stut. De stut zit helemaal heeg. Een otter sluit hem bij haar oren. Mijn pilken in het but. Oh jee. Zak, wat is het heet. Al je ijs in but. Ik ga verletting pakken van wat drinken en een nut. Hij pakt zijn tas van het schouder. En daar rolt Sipkuut. Oh jee. Ziet Sipke in de tas heen? Ja. Je zit de tas roevelen. Wat een boefke die Sipke, hè? Ja. Ik wil Friesland zien, zei Sipke zeft.
En pake zei wat stoef. Kom dan met mij naar werken. Maar doe best een litse boef. Hier bolzet stiet vol bisten en er klinkt een dweilorkest. Twa hazen hek je oan in haas. Want een treintje riet het best. Oh, dat riet dus in een treintje, zus dat al hierachter komen. En er wordt muziek maken. Nij vriendje wordt het tocht zo dreig dat pake stikken zit. Geen winter dat dit kele eind de helft van een noorden hiet. Dit vindt pake een heel zwier stikje he. Dit won het zo best. Nee. Maar Sipke roept net op je aan pake. Toe, nij dak op ta. En dan is Ljout net vier meer. Jo zullen dat kruske gaan. Oeh, zoet het helje. Ildo? Zoet het helje? Met beide handen in de loft riet pake de bonk op. En Sipke jubelt supergrutsk. Us pake die is top. Je had het helle he. Yes. De tijd dat pake het kruske krijgt, stiert Sipke op een poel. Mijn nagel maar je houtjes om. Te oefenen achter de stoel. Je riet achter de stoel om. Zo moet het eerst een beetje leren, hè? Hij valt wel 25 keer. Maar is van één ding wis. Ooit riet er? Nee. Ooit winter de alle stedentocht. Het mooiste wat er is. Mama, is nog Ilian. Dat is de achterzijde. Schön, dan gaat het boekje. Eet. Sipke zien alle stedentocht. Mooi? Ja. Een boekje toch? Ja. Ja. Zij is gewoon mijn Ildo. Hey. Mijn Ildo. Hoi, Katje. Vreek, komt hij de tussen te eten? Komt hij direct eens te eten? Nee, ik ben nog in Ljouwert. En ik rin nu naar Dokkum. Oh, nee, best. Dan begin weer vast. Oké. Okay. Zeg maar doheid. Doheid. Maar je stopt er eerder knap te drukken. Tot straks. Zo, uit. Hier is toe huid even bellen, hé. Ja. Ja. Hé, hey, mem hier wat lekkers halen, maar misschien vies doet het wel net lekker. Maar wat vies doe je van? Lekker. Zullen we ietsje dealen en dan dit oren verheid? Ja. Ja, zullen we dat doen? Dan snijden we ietsje door de midden. Laat je hier op je te? Ja, dat ook. Nou, maar meestal hebben we snijden. Het is wel heel grut, hè? Wow. Kun je wat dealen? Dat lijkt het wel lekker, het roze, hè? Ja. Wat zit er onder? Pudding zit erin, hè? Pudding? Ja. Sjeel. Alsjeblieft. Lekker eten, meid. Zo, Ildo leidt even op bedje. Hij de hand krijgt even vrij. Want ik maak nog even tarering doen van 5 december. En ja, ik wil hem. Ik hier van de mozijn dat we mij de band oefenen hier. Tiffany en de Rhythm Boys. En ik wil hem nog even een paar kwart stukjes herletten. Van wat we juster repeteren. We hebben al hier nieuwe noemers er aan de west. Dus die we nog net jij spelen hadden. Dus ja, ik ben wel enthousiast weer. Dus ik liet je hem even een paar stukjes herren. Nou, en wij spelen muziek uit de jaren 40 en 50. Dus een beetje rockabilly, rhythm and blues. Western. Ik wil een beetje country western dingetjes. Nou, ik liet je hem even een stukje herren. 1, 2, 3, 4. En mij zijn grote contrabas. Dat is toch lekker? Nou, die dus. Ik zit nog even hier op ziekje. Alone and Forsaken. En het is een nummer van Hank Williams. En hij begint langzaam en dan in één keer gaat hij vol power. Die noemen ze Hank Williams. Nou, wij doen het dan echt op je eigen wijze, want ja, Hank Williams imiteren, dat slaat het met. Oké, nou komt hij. Ja.
een beetje dat. Refreintje nog even hier. Solo erin. Ja, dus, ja, dat is echt mijn genre. Het is wel een heel specifiek genre. Daar ben ik me heel bewust van. Maar ja, ik viel me daar gewoon heel erg in thuis. Ja, en die leefde van die type muziek is echt begonnen. Doet wij het stuk hoe Johnny Cash spelen. Ik had het stuk zelf schreeuwen aan de hand van de film en het verhaal van Johnny Cash. En ik mocht toen June Carter spelen. De tweede vrouw van Johnny Cash. En ja, om dat te schreeuwen moest ik me natuurlijk heel wel verdiepen in die tijd, in die muziek. En ja, ik ben gewoon helemaal ondersteboven verrekken. En dat is dus nog steeds zo, want het is zo'n alve tol weerling. Maar van, ja, zo'n die tijd is dat echt mijn genre. En vooral om te zongen, want ik ga nog wel meer soorten muziek die ik mooi vind om te luisteren of te zongen. Maar dit echt om nou, ten podium te brengen, zeg maar. Dus dat. Nou jongens, het liever een enerverende dag. Zat ik zei, ik ga nog vier, wat 4 december dingetjes te doen. Geef me net vloggen. Van nou zou ik zeggen, vond je dit een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tonk omheen en vind je het net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Want een eindje vlog. Hey hoi!